zaterdag is de Goedheiligman weer in Breda aangekomen. Samen met zijn zwarte pieten, of roetpieten, witte pieten, gekleurde pieten. Je wordt er gek van. Maar goed, ze zijn er weer. Pepernoten liggen er al een hele tijd. Maar gaan we het Sinterklaasfeest ook vieren? Dat is vandaag de vraag voor De Vraag op Straat hier bij Breda Nu. Ja, Sinterklaas weer in het land. Ja. Ga je Sinterklaas vieren? Jazeker. Zeker, ja. Gaan wij dat vieren. Ja. Gaan wij Sinterklaas vieren? Ja. Ja, heel gezellig met elkaar. Ja. Ja. Nee, waarom niet? Ja, dat doen we al 5 jaar niet meer of zo. Is toch leuk? Ja, je vond vroeger ook altijd leuk, ja. Maar dat doen we altijd niet meer. En jij? Ook niet. En jij? Nee, wij zijn er ook uitgegroeid thuis. Natuurlijk gaan we Sinterklaas vieren op zondag, op 4 december. Ja, pakjesavond is 5 december op een maandagavond. Hij komt al een dagje eerder. Ja, en jij gaat ook mee vieren? Ja, hè? Ja. Al het lijstje aan het maken. Je bent het lijstje al aan het maken, hoor ik. Ja. En wat ga je dan vragen? Weet je dat al? Wat wil je hebben? Wat wil je hebben? Dat heeft al een huisje. Een huisje? Knibbel, knabbel, knuisje. Dat is een spel van Hans en Grietje. Oh, oké. Okay. Dat wil ze heel graag hebben. Die balletjes. En ook een spelletje van Rumba de Rups met allemaal balletjes. Oké. Okay. Die vindt ze ook heel leuk. Misschien als je het eventjes zegt dat als Sinterklaas kijkt of de cadeautjes biedt, dat hij dat dan wel mee kan brengen. Zeg het nog maar eventjes. Wat wil je hebben? Met de tonijntjes. Oh.